Pietro Pomponazzi grijpt terug op Aristoteles. Hij kwam in botsing met het christendom omdat hij Aristoteles anders interpreteerde dan Thomas van Aquino, die zo'n beetje de standaard had neergezet. De ziel is eeuwig, stelt het christendom, maar dat kan niet volgens Pomponazzi, want de ziel bestaat uit gedachten, gevormd door zintuigelijke waarnemingen. Zintuigen zijn lichamelijk en het lichamelijk is sterfelijk, dus is de ziel sterfelijk. Is een mens dan gewoon een dier? Nee, zegt Pomponazzi, we zijn meer. Wij kunnen abstracte dingen begrijpen, dieren niet. Maar dat is niet absoluut. In essentie verdwijnt op het individuele vlak alles met de dood. Volgens het christendom ligt de beloning en de straf in het leven na de dood. Dat is slechts een onterecht geruststellende gedachte, zegt Pietro Pomponazzi. Zijn filosofie stelt, het goede is alleen te vinden in dit leven, waarbij je zelf zorgt voor je eigen beloningen en straffen.